Welkom in Marbella vanuit het trainingskamp van Roda JC. In deze uitzending een nadere introductie van de nieuwe hoofdtrainer van Roda, Jon Thomasson. Maar ook van zijn assistent, voor even hoofdtrainer Rick Plum. We hebben een goede tactische training achter de rug. Met name een verdedigend opzicht en verdedigende aanval hebben we getraind vandaag. En prima indruk. Heb ik nou ook tijdens de training gezien dat jullie, als de tegenstander de bal heeft, dat jullie daar ook vrij snel bovenop willen gaan zitten? We willen in ieder geval compact spelen. En je moet natuurlijk goed inschatten waar ga je druk zitten. Maar het moet niet zo zijn dat we niet druk gaan zitten. Waarom wilde je eigenlijk trainer worden, Jon Thomasson? Ik vind het leuk om met de verschillende processen om te gaan. Ik vind het leuk om met mensen om te gaan. Ontwikkeling te zien. Dat is wel heel belangrijk, dat Roda, elke speler, moet beter worden. En de reden dat ze beter moet worden, ja, dan wordt er sowieso Roda beter. Niet alleen maar sportief, maar ook financieel. Van welke trainer heeft Jon Thomasson in zijn actieve carrière het meeste geleerd? Ik heb het geluk gehad dat ik onder een aantal heel grote trainers heb mogen werken. Dan praat ik over Ancelotti, Bert van Marwijk, Morten Olsen, ja, Beenhakker, Pellegrini, Trapattoni. Dat zijn toch wel van mooie namen. Leon Flemings heeft ook bevestigd dat Roda, als er geld is, nog een verdediger wil halen. Deel jij die mening ook? Als trainer zijn, dan wil je altijd graag spelers erbij hebben. Zeker spelers met kwaliteit. Zo, ja, graag. Nu is het niet nieuw dat Roda interesse zou hebben in Chris Kum van Heerenveen. Wat vind jij van die speler die wellicht niet alleen links-centraal, maar ook links-back zou kunnen spelen? Hij heeft natuurlijk bij Heerenveen prima indruk geladen, vind ik. Met name op verschillende posities is hij inzetbaar. Dat kan ook handig zijn. Ik vind het een goede speler. Rick Plum, assistent-trainer bij Roda. De was heel even hoofdcoach. Nou, het was wel eens een keer leuk om eraan te proeven wat het allemaal met zich meebracht. Dat heeft me op zich niet slecht bevallen, maar je wil niet zeggen dat ik door nog mijn mening ga veranderen. Ik vind het nog altijd dat de rol als assistent meer op het lief geschreven is. Het charisma en de uitstraling die Thomasson als speler ook al had, het als trainer ook. Merk ze dat spelers ook ontzag hebben, respect hebben voor hem als persoon? We hebben gisteren toevallig een mooie ding misschien met Anouar Kali. En Anouar ging echt wel heel vroeg. En hoe was het bij die topclubs om te spelen? Ja, dat is natuurlijk wel. Het is een jongen 37 jaar, nog niet zo lang geleden, topvoetbal heeft gespeeld. Ja, daardoor zijn die jongens wel gevoelig voor. Dat merk ze wel. Hoe belangrijk is die wedstrijd tegen Brugge voor jou? Nou, elke wedstrijd, dat is geen cliché, dat is gewoon een eerlijk antwoord. Zeker nu, als je nieuw bent, is elke wedstrijd gewoon belangrijk. Met name, wij zijn begonnen met verdedigen. Er moet beter, er moet zeker beter. En dan gaan we proberen stappen in te maken. Dat zou ik heel graag terug willen zien. Met name dat gaat erom. Denk je dat we dat vrijdag al gaan zien? Ja, perfect worden die vrijdag. Dat is logisch. Maar je gaat wel een aantal nieuwe dingen zien, ja. Tot zover Roda JC vanuit Marbella. Fijn om te constateren, voor Roda ook, dat Frank de Moesje weer is aangesloten bij de selectie. De Moesje herstelt van een griepje. En in onze uitzending van morgen staat de revelatie van Roda dit seizoen centraal. Guus Hubbers. Wat mij betreft, tot morgen. Mañana, mañana.